Nou, gauw het plein ben ik al gaan lopen, want ik ben benieuwd. Ik heb nu natuurlijk een nieuw shirt van mijn werk. En ik ben benieuwd hoe mensen daar reageren als ik daar loop me zo. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Zoals je kijkt, mijn naam is er druk op. Maar ja, het is nu het eerste dag dat ik met deze shirt ga werken. Want dan weet ik aan mijn hoofd, de 13e, mocht ik met deze shirt aan. Dus, dat is gezegd en ik pak mijn horloge, om zo te zeggen. Want dan kan ik die even omdoen. Want het is nu al 9 uur. Wauw. Heb ik nog 3 kwartier lopen slapen volgens mij. Ik heb al 8 uur wekker gezet. En daarna ben ik nog even blijven liggen. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga nu lekker vlog editen. En dan eten en ganja geven. Dat doe ik wel even gebeuren. Ik heb lekker even 2 broodjes klaargemaakt. En wat ik ook heb, is net al een tijdje klaargemaakt. Heb dus een lekker bakje koffie. Dat is even lekker heerlijk. En dan ga ik lekker YouTube kijken erbij. En dan kan je zit gelijk hier te gluren. Wat doe jij hier zo? Hey. Wat doe jij hier? Hey boef. Ah, ik weet hoe die is. Die wil sowieso een broodje hebben. En dan kan die ook van het eten genieten. Maar dat gaat sowieso niet gebeuren natuurlijk. Hé, Ganja? Hey. Dat mag niet. Het is mijn brood. Dus moet hij gewoon weten dat hij voor mij is en niet voor hem. Maar ja, ik ga zo ook even lekker YouTube kijken en dan ga ik lekker broodje eten. En dan klaarmaken naar werk te gaan. En dan vanavond ga ik nog meer. Nou, onderweg naar Gouwenplein ben ik al gaan lopen, want ik ben benieuwd. Ik heb nu natuurlijk een nieuw shirt van mijn werk. En ik ben benieuwd hoe mensen daar reageren als ik daar loop me zo. Want ik heb gewoon zo'n shirt aan en wil ik een reactie zien hoe ze mensen reageren. Ik ga dit niet in de winkel filmen, maar ik laat de reactie wel weten. En ik zie al dat hele lange rij is. Helemaal bij mijn werk al helemaal, bij het kruispunt. En dat is allemaal voor de hefbrug bedoeld. Echt niet normaal, kijk hoe lang die rij is. Letterlijk hele lange rij. En loopt nog helemaal door tot daar zo. Echt niet normaal lange rij. Maar ja, ik ga nu even kijken hoe de reactie is. En ik laat weten, als ik onderweg ben naar huis, wat de reactie is. Ik heb me allemaal gekleed en het is even lekker. Maar de reactie is, oh jij hebt die. Het enige wat de reactie trouwens was, oh jij hebt die shirt al? En de eentje zei, oh leuk shirt heb je. Dat was het enigste. Dat waren mijn 2 reacties. En verder niet echt. Er waren wel sommige mensen die naar me keken, van verbaasd en naar me kijken en lachten alleen. Dat is oké. De nenning van het moment, wat kan ik teruggeven? Nou, dan dacht ik zeg maar hoi, zeg wel gedag. Ja, dat heb ik ook gedaan, maar verder niet echt bijzonders. Maar ja, ik ga daar klaarmaken om naar de groep te gaan, dan ga ik daar lekker eten. En dan, ik heb er nu al trek. Ik ga even de kopjes opruimen. Net even drink ook gehaald, chinas. En ik had net al wat batterij gehaald voor de bel, maar die is geen goeie. Maar ik heb hem wel opengemaakt, ik hoop dat ik hem nog terug kan brengen. Maar dan gaan we even zien of dat lukt of niet. Het leidingmoment is geweest en voor mensen trouwens niet weten, ik heb trouwens al koffie ingepakt met kleren. En wat ik ook nog doen, ik heb toen naar de supermarkt ging even lekker chinasje gehaald, blikje. En dan ga ik nu nog eentje pakken, want ik heb net ook al eentje gepakt. En ik ga denk ik zo even naar de groep toe, want ik moet nog geld halen voor bovengroep. Maar misschien komt dat nog wel. En anders morgen. Ik denk dat het al morgen komt. Dus ga ik dat even doen. En dan en nu lekker vlog kijken. Lekker chinasje bij. Lekker radio luisteren. Heerlijk gewerkt. Even wennen met een nieuw shirt. Het is wel super lekker eigenlijk. Om van hier gelijk naar werk te gaan. En dan niks. Niet nog een keer een hesje aan of een vestje aan te trekken. Nu kan ik alleen shirt aan doen. Hoef ik in de kantine te wachten. Dat doe ik meestal. En dan ga ik gelijk aan werk. Ja, dat vind ik het lekkerste wat er is. En ik heb hier nog zelfs reserve liggen hier achter me. Hier zo. En ja, dat is ook wel fijn. Dan kan ik het even op 2 dagen aan en dan doe ik 2 dagen ander aan. Bijvoorbeeld. En nu lekker van de chinas genieten en lekker vlog kijken.
Het wordt alweer een beetje donker, dus wat ga ik dan doen? Even lekker licht aanzetten. En dan, ja. En ik zat te denken, en dat zie je nu heel veel, dat heel veel mensen nu eigenlijk naar buiten gaan. Geen anderhalve meter aan. Ja, oké, buiten is logisch. Dat gaan we nu heel veel, want dat doen we met z'n allen nu. Dat was al 50-50. Maar die zie je nu ook veel mensen geen afstand houden. Allee, ik merkte nu al, mijn werk, dan gebruik je natuurlijk karretjes. En ik zie mensen, ik was met mijn collega alle karretjes aan het doen. En toen merkte ik al dat er geen karretjes werden gedaan. Qua schoonmaken, dat ze niet meer, dat ze gewoon de karretjes pakken en gelijk de winkel binnen gaan. En dan terugzetten. Dat merkte ik gelijk. En ja, dat zijn hun bepaalde zelf. Daar ga ik niet over, vind ik. Ik ga er niks van zeggen. Dat is alleen, het is alleen nog verplicht karretjes gebruiken. Het is eigenlijk niet verplicht om zelf schoon te maken. Mag wel, maar voor mij is dat niet verplicht. Volgens mij. Ik heb dat niet gezien, laten we zo zeggen. En dan denk ik van, En kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar dan, is het er allemaal nodig? Vraagtekens. Ik heb er al heel veel mensen over, dan ben ik benieuwd hoe jullie over te denken hebben. Wat jullie ervan vinden, ben ik wel benieuwd naar. Maar ja, nu ga ik dan even klaarmaken om even kattenbak van Ganja schoon te maken. Dat moet ook even gebeuren. En de prullenbak verschonen. Dat ga ik ook gelijk doen. Zo, de kattenbak is geleegd. Die is helemaal gedaan in ieder geval. Helemaal clean. Prullenbak gedaan. Katten heeft in een vuilniszak gezet hier. Zo. En die is ook helemaal opgelost. Oh, het is altijd even lekker fijn. Even snel gedaan. Nu even lekker bijkomen. Even zitten. Denk even een nieuw blikje pakken. En dan krijg ik een appje binnen, denk ik. Ja. Nieuw blikje. Zo. Ik krijg alleen niet te pakken. Ja, nu wel. Gelukkig, ik heb hem. Gaia, nee. Daar is het niks voor jou. Dus dan ga ik lekker even kijken wat ik berichten binnen krijg. En dan een keer achter de computer. Wat ik trouwens ook helemaal vergeten was om te melden is. Ik ben trouwens vandaag Broes tegengekomen bij mijn supermarkt. Shout out naar Broes. En ik heb even lekker afwas gedaan. Dat heb ik ook nog gedaan. Dat was ik helemaal vergeten te melden. Maar dat was oké, dat was even nodig. En dat heb ik ook fijn gedaan, gelukkig. En het is nu al best wel laat ineens. Tijd gaat hard gewoon. En ineens is het gewoon 11 uur geweest. En is het bonk donker buiten. Maar ja, ik ga ook klaarmaken omdat ik lekker te slapen. En lekker... Ja. Morgen weer een dag natuurlijk. En dan ben ik nu dadelijk een beetje opzoeken. En de vlog is vandaag niet zo lang, maar excuses ervoor. Maar wat ik al zei, ik ga denk ik dadelijk lekker mijn bedje in. We zijn nu al klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. En laten we ook nou lekker vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Al is het korter dan gisteren, excuses ervoor. Maar ja, wat ik wel kan zeggen snel over Broes is... hij heeft tegen mij verteld dat hij nummers heeft gemaakt. Ik weet niet welke nummers. Hij zou link doorstellen. Ik heb dat al tegen hem gezegd. Zei dit als goed. Bla bla. Dus dat gaan jullie nog wel binnenkort horen. Nummer van Broes. Ik hoop dat hij wel leuke nummers opgedraaid. Ik volg hem sowieso. En ik ga nu lekker mijn bedje wat ik al zei. En ik wil jullie al eigenlijk allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En deze jongen ligt al te liggen. En ik merkte trouwens gewoon dat hij laatst heeft best wel veel aandacht vraagt. Hé, Boef? Hé? Het is vaak aan zijn oren trekken. Dat vindt hij niet echt leuk. Vooral niet leuk dat ze vindt dat ik aan zijn oren een neusje tik. Dan gaat hij pootje... Hey, Boef. Lief het bij jou ook, hè? Ja, lieg je lekker. Maar ja, ik ga nu lekker mijn bedje in, nogmaals, wat ik al zei. Ik heb een paar keer vergeten
te zeggen. Maar ik wil even jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet trouwens geabonneerd op mijn kanaal? Zet toch zo'n als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijken. Gewoon een hele vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Mijn bel heeft niet doet dat batterij ervan leeg is. Dus ik heb mijn bel afgehaald. Maar ik kan die vandaag kopen. Maar ik heb hem vergeten. Heel flink van me. Dus dan heb ik zo'n batterijtje nodig. Heel klein, vind ik. Blijkbaar is je leeg.